We zijn weer in Frankrijk, in de buurt van Nice, en dit is de Artura Spider. Dat is meer dan alleen een open variant. Ik zal je uitleggen waarom. Dus Spider, dat wil zeggen open dak. Hieronder zit een dakmechanisme, dat weegt een 60-tal kilo. 11 seconden, het gaat helemaal lopen, dat kan je doen tot een snelheid van 50 km per uur. En in dat dak kan je als optie een fotochromatisch paneel bestellen. Met een druk op je knop kan je dat verduisteren of verlichten. Dus, wat wil je nog meer? Nog een leuk weetje, of een elementje, dat is dit flapje hier. Gurney flapje, of hoe je het ook wilt noemen. Ontwikkeld in samenwerking met het Formule 1 team, aerodynamica, weet je wel. De lucht komt hier naar boven, wordt over de hoofden van de inzittenden geduwd, verdwijnt langs deze flank hier in dit gat. Wanneer is dat flapje het meest efficiënt? Tussen de 50 en 120 km per uur, de snelheden die je eigenlijk maar mocht rijden met deze McLaren. Officieel. Het derde ding, McLaren is er heel trots op dat de auto even stijf is als de coupé. Dus wat wil dat zeggen? Geen extra verstevingen aan het tak. De basis is helemaal hetzelfde. Er is alleen een extra gewicht van het tak, 63 kilogram extra, maar dat heeft geen invloed op de prestatie. Dan de motor. Dat is nog altijd een V6 biturbo, 3 liter, met een elektromodule, maar samen nu goed voor 700 pk. Ja, prestaties zijn belachelijk, dat is 0 tot 100 in 3 seconden, topsnelheid van 360 km per uur, wat je maar wil. Belangrijker is dat, dankzij de nieuwe basis die McLaren heeft, die van Ferrari komt, dat er meer op drama wordt gewerkt. Dus heel het uitlaatsysteem is herbekeken voor een betere sound. Ze noemen het crescendo-effect. Dus dat je gas geeft en dat van het middengebied tot in de hoge toeren een soort orkaan ontsteekt. En het is fantastisch om dat te luisteren. Dus krachtiger, nog sneller, beter schakelen. Je zou bijna vergeten dat het een plug-in hybrid is, want er zit dus ook een batterij in. En je kunt dus 33 km ver op elektriciteit alleen. Maar eigenlijk is dat gewoon voor extra power te hebben.